Minister Reshma Koldiepsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil dat jongeren beter geïnformeerd worden hoe zij hulp kunnen zoeken voor hun problemen. Hierom is het ministerie op diverse manieren bezig de nodige voorlichting te geven. De bewindsvrouw zegt dat haar ministerie samen met sociale zaken en huisvesting de kinder- en jeugdtelefoonlijn weer helemaal gaat moderniseren. Koldiepsingh zegt dat jongeren voor elk probleem kunnen bellen op zoek naar advies of een oplossing. Dat jongeren naar ons kunnen bellen, hun problemen kunnen aankaarten, vragen kunnen stellen over hun puberteit, over problemen waarmee ze zitten, over misbruik, hoe ze het herkennen of iets dergelijks. Dat we zoveel mogelijk met informatie naar de kinderen komen. Jacinta Jongalok-Dundas, directeur van de stichting Kinder- en Jongerentelefoon KJT, zegt dat de hulplijn 123 nog altijd actief is. Ze zegt dat deze hulplijn nu nog elke dag van 8 uur 's morgens tot en met 4 uur in de middag operationeel is. Ook op zaterdag, zondag en nationale feestdagen. Wat wij merken is dat we ook steeds meer teams binnenkrijgen via app 1. Dus mensen voelen zich waarschijnlijk prettig daarbij. Waarschijnlijk is het de tijdsgeest dat zeker jonge mensen meer behoefte hebben om op zo'n manier contact te maken met de hulplijn. Dus dat gebeurt nou ook. We zien dat mensen bellen en als ik kijk naar de cijfers van het vorig jaar, december is daar nog niet bij berekend, dan zie je dat er toch wel gebeld is geworden omtrent de vraag dat hulp of zorg in het kader van de COVID-crisis en alle gevolgen daarvan. De thuissituatie, mensen waren veel vaker dan normaal met elkaar thuis en zaten soms met elkaar overhoop en dan heb je geweld. Dat zijn de drie dingen die opvallen in de cijfers van het afgelopen jaar. Dus we blijven oproepen, je hebt een probleem, iedereen heeft een probleem, of je hebt een vraag, iedereen heeft wel eens een vraag. Blijf er niet mee zitten, je bent niet alleen. Er zijn manieren, er zijn instanties en de hulplijn is speciaal gemaakt, zodat je niet uit je huis hoeft te gaan om die hulp in te roepen, maar dat je heel makkelijk middels het bellen naar het nummer 123 hulp kan vragen. De directeur van KJT, Jacinta Jongalok-Dundas, roept een ieder die met problemen zit op om gebruik te maken van de hulplijn 123. Ook in gevallen waarbij iemand wil dat een ander luistert naar dat wat hen dwars zit.